Met het doel alle collega's op één lijn te krijgen, heeft de directie van het telecommunicatiebedrijf Telesur een openjaar bijeenkomst gehouden. Directeur Mike Antonius gaf aan dat de bijeenkomst in Torarica gehouden is, omdat het ook gezien moest worden als een avondje samen uit. Hij hield het goed opgekomen personeel voor dat het bedrijf een bewogen jaar achter de rug heeft. Eén met voldoende uitdagingen, waaruit er ook geleerd is. Antonius gaf verder aan dat het thema van Telesur is We Improve to Serve. Dat zijn mooie woorden waaraan er ook invulling gegeven moet worden, zei hij. De improvement gaat pas blijken wanneer we de woorden in daden omzetten. En ik denk dat wij daarom ook gezegd hebben van we laten dit voorlopig niet los totdat wij dat in voldoende mate bereikt hebben en de klant tevreden is. En om de klant tevreden te hebben, is het natuurlijk belangrijk dat we luisteren naar die klant. En mogelijk dat dit een beetje raar klinkt, maar de klant die heeft altijd gelijk. Altijd. En ook al vindt u dat die klant ongelijk heeft, hij heeft toch gelijk. En de enige reden waarop u kan vinden dat die klant gelijk, dat u gelijk hebt, is wanneer u het geld uit die zak van die klant heeft kunnen halen en het in onze kassa is beland. Dan pas heeft u gelijk. Alle andere redenen, u heeft ongelijk. En ik probeer dat aan te geven, omdat bijvoorbeeld het wel eens voorkomt dat klanten niet altijd even prettig zijn. En dat begrijpen we ook. Maar in het klantcontact heeft hij gelijk. Zolang u het geld niet heeft ontvangen, heeft hij gelijk. Ik benoem dit ook omdat een van onze hele grote uitdagingen is onze postdebiteuren. Deze post is in de loop der jaren significant gegroeid. En u houdt het bijna niet voor mogelijk hoe hoog dat bedrag is opgelopen. Antonius wees er ook op dat de telesuurders zich erop moeten toeleggen om de service naar de klanten toe te verbeteren. De voorzitter van de bond bij Telesuur, TTWOS, Harvey Panka, hield de aanwezigen de slogan van de vakbond voor, namelijk Samen zijn wij sterk. Hij riep dan ook een ieder op, ook de niet-leden, om de handen ineen te slaan. Om ons geliefd bedrijf, met natuurlijk met uw prestaties, door deze tijd van uitdagingen te loodsen. Natuurlijk, we zijn niet een vakbond van money, 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 geld, geld, geld. Maar je moet het verdienen, want als je geen geld verdient, kan je hem ook niet verdelen. Heb je niks om te verdelen, kunnen we ook geen goede cao sluiten. En ja, de directie zegt het ook, en we vinden dat ook, dat de klant tevreden moet zijn. En alleen op deze manier kan je geld maken. En dat moet ook je grootste missie zijn. Natuurlijk weet ik dat geen van u hier in de zaal onheus behandeld wenst te worden. En zeker niet een betalende klant. We zijn de tijd al lang voorbij waarbij de dienstverlener bepaalt, lees Telesuur, hoe de dienst eruit moet zien. We hebben geen keus tegenwoordig door ons te schikken aan de wensen van de klant. Tenminste als je in de markt wilt blijven. TTWOS-voorzitter Panka, afgelopen zaterdag tijdens de openjari van het telecommunicatiebedrijf Suriname. De avond is afgerond met een keynote speech van de fiscalist Roy Reiger, die zowel de directie als het personeel heel bruikbare tips heeft meegegeven. De directie kijkt terug op een zeer geslaagde openjari bijeenkomst.